Vandaag presenteren wij aan een aantal bestuurders en geïnteresseerden uit de verschillende gemeentes en waterschap en provincie. Presenteren wij de resultaten van een onderzoek, ontwerpend onderzoek, wat wij gedaan hebben het afgelopen jaar naar Twente in 2075. Als we ervan uitgaan dat klimaatverandering flink zal doortrekken, hoe kunnen we dan in Twente omgaan met het water wat we soms te veel hebben, soms veel te weinig hebben, hitte die we dan hebben. Nou, rondom die vraag hebben wij ontwerpstudies gedaan en dat laten we vandaag zien. Er zijn drie scenario's net gepresenteerd. Er zijn ook drie verschillende gebieden in Twente benoemd waar je eigenlijk verschillend met water zou kunnen omgaan. En daar hebben we eigenlijk voor de drie verschillende steden hebben we daar een profiel gemaakt hoe je in die stad met water zou kunnen omgaan. En dan Almelo, dat eigenlijk in het westen ligt van dat hele Twente, waar enorm veel water zich zal verzamelen. Wij noemden het altijd het waterputje van Twente, hè? Ja, zo noemen we dat hier nu niet, maar wel de waterstad, waar we eigenlijk verkennen hoe dat water nog veel meer dan nu een kwaliteit zou kunnen worden voor de stad, voor de nieuwe woonmilieus die hier zou kunnen komen, voor het plezier wat je kan hebben op water. Al die zaken verkennen we hier, want er zullen veel situaties gaan komen in de toekomst, dat er meer water naar Almelo toe komt. Over de stad. Almelo, als je daar gaat nadenken over hoe die stad in 2075 eruit zou moeten zien, ja, dan ben je met nieuwe wijken bezig. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek om 20, 30, maar ook al 50 jaar vooruit te kijken met grote infrastructuur, grote nieuwbouwprojecten. Elk jaar zien we nu al dat het klimaat opschuift, 20 kilometer per jaar. Als je dan 50 jaar vooruit denkt, zijn we 1000 kilometer opgeschoven. Nou, iedereen kan zich wel voorstellen wat er gebeurt als je 1000 kilometer naar het zuiden rijdt en wat voor verschillen we dan ervaren. Worden er ook conclusies getrokken? Ja, die worden er getrokken. Die gaan we vanmiddag trouwens presenteren. Ga veel meer uit van de natuur die eigenlijk onder die stad ligt. En daar ligt bijvoorbeeld een geweldige bodem onder waar je veel water in kan opslaan, maar dat gaat niet zomaar. Water ligt vaak al in het riool voordat die de bodem kan bereiken. Zorg dat je ruimte maakt voor water, maar zorg dan ook dat dat eigenlijk leuke ruimte is. Dat je daar betekenis aan geeft. Want als het puur technisch wordt opgelost, dan krijg je het niet voor elkaar, dan is er weerstand. Maar als je daar mooie dingen mee kan maken, dan gebeurt het wel. Dat zijn een paar. Ja, de perspectieven voor de drie steden noemde ik net al. Dat zit ook in de aanbevelingen. Nou, en zo zijn er nog wel een aantal meer. Dat wordt spannend in 2075, al dat water, hè? Ja, want het klimaat is aan het veranderen. De aarde warmt op. Dat betekent dat het veel meer gaat regenen en ook veel extremer droog wordt. Zo speelt het in 2075 we het klimaat hebben van de stad Lyon in Zuid-Frankrijk. Ja, dat is heel anders dan bij ons. Dan zit je echt al aan de noordkant van Zuid-Frankrijk met toch doorgaans heel warm weer. Veel meer bomen die voor afkoeling moeten zorgen in de stad. En het zal ook veel meer gaan regenen, dus dat regenwater moet ergens naartoe. Dat kunnen we niet allemaal zomaar afvoeren als waterschap, dus dat moeten we echt in de stad opvangen. De doorbraak is heel belangrijk voor de waterveiligheid van Almelo. Hadden we die niet gehad, dan zou er veel meer waterproblematiek in Almelo zijn. Dus dat hebben we op tijd aangelegd. En toch gaat het nog harder regenen, ook in Almelo zelf. Dus in Almelo zelf moet je ook nog wat doen. Nou is Almelo van ouds al een geweldige waterstad. Je ziet het hier bij het stadhuis, de doortrekking van de binnenhaven. Prachtig bassin in de binnenstad. Het heeft ook echt kwaliteit in de stad gekregen, hè, met die markt omheen en die restaurants en cafés. Dus je moet ook plezier beleven aan klimaatverandering. Ik wil het niet neerzetten als een dreigend verhaal. Hè. Oh jee, het overkomt ons en nu gaat het niet goed. Nee, we moeten 2075 is nog ver genoeg weg, hè, om naartoe te werken. Maar ga dan nu wel alvast de goede dingen doen. Nou, ik ben de baas van het waterschap en daar hebben we klimaatverandering volledig omarmd en gezegd van ja, de toekomst van Twente die is alleen maar als je met klimaat aan de slag gaat en daar je hele ruimtelijke inrichting op aanpast. Dat zou ik als baas van Almelo ook voorstellen, van omarm dat klimaatthema en natuurlijk Almelo wil zich ontwikkelen, denk na over de toekomst, maar zorg dat die klimaatverandering er direct bij in zit. En gaat de stad in zoveel ontwikkeling, nou, zie je het als een kans. Het is een geweldige kans voor Almelo als waterstad om dat nog meer te worden eigenlijk. Doe er iets mee.